Hallo, mijn naam is Olaf Bok van Gratis Leren Photoshoppen en dit is de les 461. Deze oefening die ik jullie laat zien, doe ik met de allernieuwste Photoshop 2023. En als ik hier boven naar help ga en ik pak hier info over Photoshop, dan zien jullie dat het versie 24.1.0 is. En daarmee ga ik dus dit doen. Ik ga dus hier rechtsboven ga ik dus naar deze tool. Hier is een tool waarmee je de object kan selecteren. En ik ga erop staan. En je ziet dan dat het eigenlijk weer niet naar behoren werkt. Maar dat zijn we gewend van Adobe. En we klikken één keer met de linkermuisknop op de dame. En dan zie je dus dat dat gedeelte wordt geselecteerd. Ik ga er inzoomen met Alt en scrollen met de muis. Ik hou Shift in en ik klik hier nog één keer op. En dan wordt dat gedeelte ook meegenomen. Nou, als je dat dan gedaan hebt, ik doe even Ctrl-0, gaat hij even terug. Dan doe ik daarna een Ctrl-J. En dan zie je dus dat hij daar een nieuwe laag van heeft gemaakt. Dus als ik deze heb uitgevinkt, zie je dus dat de vrouw op een redelijke manier, ik zal even dichtbij pakken, ja, op een redelijke manier is geselecteerd. Alleen hieronder zie ik dus een klein foutje. Nou, dat zou je dan uiteindelijk nog met de gum, zou je dat weg kunnen halen. Dan maak ik hem even wat kleiner. En dan haal ik dit gedeelte even weg. Zo. En ook hier tussen de benen zie ik een gedeelte wat er nog niet gedaan is. Zo. En dan heb je op een snelle manier heb je dus iets, ja, zeg maar, geselecteerd en uitgeknipt en daar een nieuwe laag van gemaakt. Nou, het is weer een korte les. Je hebt weer wat geleerd en ik spreek je snel. De groetjes. Hai hai.